Goedemiddag allemaal. Hartelijk welkom bij deze workshop van Stoa en Brigade, georganiseerd door Ludolf en mezelf. En ik had een das om, dus ik mag het woord voeren vandaag van Ludolf. Stoa wil ik niet introduceren voor jullie. Brigade wordt zo dadelijk door professor Bas Jonkman aan jullie duidelijk gemaakt. Oké, nou ook van mijn kant van harte welkom. Goed dat jullie er zijn. En mooi dat er ook vanuit de wereld van waterschappen, provincie en bedrijven ook interesse is in wat wij doen. In het project Brigade. En dat is denk ik wel een goed moment. Want we zijn met het project nu ongeveer 3 jaar onderweg. En het doel van het project, ga ik zo meer over vertellen, was eigenlijk om te helpen om innovaties op het gebied van water, droogte, overstromingen een stap verder te helpen. Zowel met innovatoren als eindgebruikers. We hebben allemaal ideeën voor ontwikkeld, maar ook nu echt met ook onze eigen gebruikers in Nederland te kijken hoe dat aanslaat en wat er ook voor ons nog te doen is. Ik zal kort wat vertellen over de context van het project Brigade. Niet zo lang, 10 à 15 minuten denk ik. Het project staat, er moet altijd mooi in de EU om een kans te maken op financiering. Een goed voorstel, maar ook een mooie sprekende titel. Dus wij zijn uitgekomen op Brigade. En dat staat voor Bridging the Gap in Innovations in Climate Disaster Resilience. De achtergrond is, dat zie je hier op de plaatjes, dat Europa natuurlijk kwetsbaar is voor allerlei soorten natuurrampen. Van extreme stormen. Dit is wel op de Antillen. Overstromingen langs de kust, wateroverlast. De grote bosbranden, droogte, wat we in eigen land hebben meegemaakt. En dat men verwacht dat met alle klimaatverandering dat alleen maar lastiger zal worden. En in die context is ook het project gepositioneerd. Dat we zeggen, om dat te doen heb je hele geïntegreerde aanpak nodig met allerlei maatregelen, ingrepen, financiering, governance. Maar hij is een belangrijke rol weggelegd voor innovatieve maatregelen. Want als we alles op de oude manier blijven doen, dan gaan we het niet redden. En in die context is het project eigenlijk neergezet en het idee ontstaan. Van, we constateerden dat veel innovatieve maatregelen een belangrijke bijdrage kunnen hebben aan het beperken van die risico's. Maar nog niet voldoende aanslaan. En daar zijn heel veel verschillende redenen voor. Dat kan zijn omdat er nog niet zo goed inzicht is in hoe goed en ver ze technisch zijn. In de sociale acceptance, nieuwe technologie. Nou, willen mensen dat en vertrouwen ze het. Maar ook vanuit de innovatoren gezien de businessmodellen en de financiering. Nou, en daarop richt ons project zich ook. En dat hebben we eigenlijk een beetje als vertrekpunt, als idee gebruikt. En veel van jullie zullen daar geweest zijn of bekend mee zijn. Is eigenlijk hier best wel dichtbij. Het is mooi weer, dus we hebben het niet gepland. Maar het is wel zo'n dag dat je lekker naar buiten kan om eens te gaan kijken. Floodproof Holland, een testterrein voor tijdelijke waterkeringen. Innovaties op het gebied van waterkeringen. Waarin dus de technische ontwikkelaars hun product kunnen testen in gecontroleerde bassins. Waarin wij als TU met studenten zoals Michiel en anderen en onderzoekers mee kunnen doen en een bijdrage kunnen leveren. En waar ook eindgebruikers zoals waterschappen en anderen kunnen zien wat het is, hoe het werkt. En zich daar ook een beter beeld van kunnen vormen. Dus dat sloeg aan en we zeiden, dat idee willen we eigenlijk op grotere schaal doen. Op Europese schaal. Nou, zo is ons project ontstaan. Daar hebben we een voorstel voor ingediend. Is gegund. Nou, een groot consortium, 24 partners. Waarin we eigenlijk innovatoren, eindgebruikers die het moeten gaan doen. En onderzoeksinstellingen samenbrengen. Nou, hier zien we alle partners, die ga ik niet allemaal noemen. Maar universiteiten, Delft, Oxford, Bologna. Maar ook bedrijven, Futurewater, HKV hier ook aanwezig. En we hebben bijvoorbeeld ook uit Roemenië overheden in het consortium. En ook partijen als Rijkswaterstaat en STOA hebben ons in het voortraject gesteund. Nou, wat we eigenlijk willen doen hebben we hier schematisch laten zien. Je hebt hier de Valley of Death. Hè? Dus het gat eigenlijk tussen de innovatoren en de innovaties en de eindgebruikers.
En wat wij met het project beogen is om eigenlijk die verbinding te maken tussen de eindgebruikers en de innovatoren door een figuurlijke brug te bouwen, hè, waar ze eigenlijk beide kanten op kunnen oversteken. En de pijlers van die brug, die bestaan eigenlijk uit een aantal concrete activiteiten, methoden, tools die wij ontwikkeld hebben. Dus één pijler is het test- en implementatieraamwerk, wat vandaag ook centraal staat. Dat gaat innovatoren helpen om te laten zien hoe ver ze technisch zijn. We hebben voor mensen business development en marketing tools. En we geven mogelijkheden door, zoals Floodproof Holland, andere proeftuinen te faciliteren en te organiseren om op allerlei vormen aandacht te geven aan innovaties. Dus ik ben ook erg blij dat vandaag zijn we ook veel mensen van deze kant, van de eindgebruikers. Dat was een van de opmerkingen in Brussel. Ze vonden dat ons project goed ging, maar dat we de brug ook de andere kant op over moesten steken. Dus de eindgebruikers die kijken naar de innovatoren en die elkaar ontmoeten. Het idee daarachter, wat in heel veel sectoren wordt gebruikt, maar ook in Brussel in innovatiebeleid centraal staat, zijn die Technology Readiness Levels, TRL. Waarbij als je een leuk idee hebt, zeg ik heb een goed idee en ik heb de basic principles heb ik eens ergens getest in een klein proefje, dan ben je eigenlijk nog helemaal niet ver. Je denkt dat je iets hebt wat werkt. En hoe verder je die schaal opgaat, zeg je ik heb het in een laboratorium getest. Of als je in TRL 9 bent, dan is het echt helemaal uitgerold en op meerdere plekken gebruikt. Wij hebben als doel om in ons project ongeveer 100 innovaties aan boord te nemen. En die te helpen om een stapje verder te komen op die schaal. En dan niet alleen te kijken naar techniek, maar ook naar de business aspecten. En ook naar aandacht te besteden aan disseminatie. Die 100, dat ga ik zo laten zien, die hebben we al gehaald. Dit is een oud plaatje van ergens vorig jaar. Van de innovaties die we in het project, die zich aangemeld hebben bij het project. En dat verdeelt zich een beetje grofweg over overstromingen, droogte en extreem weer, wind, regenval. We hebben nu ook wat noordelijke hazards, geloof ik, sneeuwval. En je hebt ook innovaties die helpen over meerdere terreinen heen. Inmiddels zijn die getallen al wat verder en zitten geloof ik op 100 à 120, begreep ik, van Roelof. Eén zo'n voorbeeld van een innovatie waar we mee werken en tegelijkertijd een proeftuin is het Slimme Groene Dak in Antwerpen. Dat is niet alleen een groen dak, maar ook een dak wat de regen aanziet komen en dan de bergingscapaciteit op het dak proactief aanpast. Dat is een plek waar je met die techniek kan spelen en leren. Maar het is inmiddels ook echt een proeftuin waar veel bezoekers komen. En die ook een functie in de buurt vervult. Het is een sociaal wat zwakkere buurt. Dus ze nemen ook schoolklassen mee om daar te komen kijken. Dus er komen veel aspecten bij kijken. En dat maakt het ook interessant. Hier nog even wat we hebben ontwikkeld. En Jansje zal straks veel meer vertellen over dat test- en implementatieraamwerk. Wat we gedaan hebben om die innovaties, hier zie je die stappen om steeds verder te komen. Je begint met het idee te bestuderen in het laboratorium en in het echt. Maar we hebben ook een soort standaard manieren, een questionnaire ontwikkeld om eigenlijk je innovatie tegen het licht te houden. En op verschillende aspecten, van technisch, hoe score je nou op effectiviteit, op betrouwbaarheid? Heb je nagedacht over impacts op de omgeving, milieu, allerlei andere sectoren, daar kun je zelf op scoren. En heb je nagedacht over hoe je technologie sociaal ligt, de belevingskenmerken ervan. Want dat maakt ook veel uit in of het geaccepteerd kan worden. En nogmaals, Jansje zal daar meer over vertellen. We denken dat we nu eigenlijk tools hebben die door innovatoren, maar ook eindgebruikers vrij makkelijk en vrij snel gebruikt kunnen worden. En dat gaan we vanmiddag kijken of dat echt zo is. Hier ga ik niet te veel over zeggen, maar er is ook voor innovatoren, ook online, gewoon een soort online begeleidingstraject om de business aspecten van je innovatie te beoordelen.
En daar hebben we ook een partner, eigenlijk twee partners, één in Nederland en één in Berlijn, Ecologic, die je daar ook bij kunnen begeleiden. En omdat veel innovatoren, in elk geval in onze wereld, echt techneuten zijn, hè, dan komen allemaal vragen langs, wie zijn nou je klanten? Wie zijn je competitors? Hoeveel ga je er verkopen en waar? Aan welke kostprijs denk je? En dan zie je zeker als je met die technisch georiënteerde innovatoren werkt, dat dat echt voor hun eye-openers zijn om op die manier naar hun techniek te kijken. Dus dat is ook beschikbaar, staat vandaag wat minder centraal. Zoals gezegd, we ontwikkelen en werken samen met Living Labs, soms die er al zijn, Flaproof Holland. Soms een plan wat al in de pijplijn zat, zoals dat Groene Dak in Antwerpen. We realiseren op het moment, is Brigade ook bij betrokken, eigenlijk een broertje of zusje van Flatproof Holland in Roemenië. Beneden een dam waar je wat hogere stroomsnelheden kan hebben. Om ook voor die regio zulke soort technieken te testen. En wat we daar technisch aan toevoegen is de mogelijkheid om meer hogere stroomsnelheden te ontwikkelen. Dus op die manier proberen we op een paar plekken in Europa dat op die manier te stimuleren. Wat ik al zei, we hebben ongeveer 100 innovaties aan boord. En daarvoor hebben we het Climate Innovation Window beschikbaar. Dat is eigenlijk de etalage, de digitale etalage, waar al die innovaties in te vinden zijn. De kenners in de wereld zullen zien dat het erg op waterwindow lijkt. En we zeiden van ja, we houden de EU ook van ja, waarom het wiel opnieuw uitvinden als er al hele goede concepten zijn. En in het begin van het project hebben we dat ook zo met de club die achter waterwindow zit afgestemd. Toen nog zat dat ook veel bij Delftland. En gezegd, we gaan dit ook op Europees niveau toepassen. En dat kunt u ook gaan bezoeken. En daarin kan je heel makkelijk filteren van, goh, ik zoek iets voor droogte. Ik zoek iets voor regenval. Welke innovaties zitten daar in Brigade? En er zitten ook, dat vond ik dan leuk, in Duitsland hebben ze leuke technieken ontwikkeld om piping en stabiliteit of instabiliteit bij dijken tegen te gaan. Dus ook in Europees verband kan dat interessant zijn om te leren wat voor innovatieve technieken er elders worden gebruikt. Nou, dat is hoever we zijn. Ik denk het project loopt, vinden wij, je moet nooit te tevreden zijn, maar de interne dingen die we bedacht hadden, nou, dat loopt goed. En onze uitdaging is nu, om te zien van, ja, wat we ontwikkeld hebben, kan dat ook echt gebruikt worden? Kan het ook, dat zou mooi zijn, het project stopt volgend jaar, 2020. Kan het ook daarna doorgaan, de ideeën? Dat het niet doodslaat. Dat zouden we natuurlijk graag willen. Daar zijn we ook in gesprek met de Climate Kick en met anderen. Maar juist ook met de partijen zoals hier aanwezig, waterschappen, STOA, provincies, et cetera, kijken wat er mogelijk is. We hebben een aantal concrete tools. Vanmiddag gaan we met jullie kijken naar dat test- en implementatieraamwerk. En voor ons is het, en daar willen we ook echt tijd en energie in steken de komende 1,5 jaar om met eindgebruikers te kijken, joh, hoe kan dit gebruikt worden en moeten wij nog dingen aanpassen of verbeteren. Dus dat is waar we ongeveer staan. En we zijn hier met een aantal mensen van het Brigade team. Jansje, Rudolf, mezelf, Chris, Sarah, Marco. In de groep of erbuiten, als jullie suggesties, opmerkingen hebben, spreek een van ons vooral aan.